Goedenavond, dames en heren. De partijraad van de Partij van de Arbeid heeft vanavond in Utrecht een resolutie aangenomen waarin het bezuinigingsbeleid van het kabinet Van Agt wordt afgewezen. Veel waardering bleek er voor de alternatieve plannen van oppositieleider Den Uyl om geen 10 miljard, maar slechts 4 miljard te bezuinigen. De partijraad werd toegesproken door Den Uyl. We wijzen af bezuinigingsvoorstellen die noodzakelijke heroriëntering en besparing in onze economie afwentelen op de zwakste. Dat is bestek 81, dat is kabinet Van Agt. En we stellen er iets voor in de plaats. Wij zeggen, kabinet, u bent veel te lichtzinnig en lichtvaardig. U voert illusiepolitiek. U krijgt dat bezuinigingsplan niet alleen niet door, maar u onderkent niet de ernst. Wij weten inderdaad dat de economische groei zich niet zal herstellen zoals voorheen het geval was geweest. We willen het bovendien niet. We hebben dat in ons verkiezingsprogramma gezegd. We houden rekening met grenzen aan de groei en we aanvaarden de consequenties daarvan. Dat betekent dat er ook in de particuliere sector minder ruimte is voor inkomensverbetering. En we zeggen garantie voor de modale werknemer. Zijn koopkracht wordt niet aangetast. Akkoord. Als het even kan, voor de mensen daar beneden nog enige vooruitgang. Maar dat moet betaald worden en dat moet betaald worden door de bovenmodalen, door de hogere inkomens. Dat betekent verdere inkomensmatiging. En dat spreken we uit. Die keuze doen wij. Op de vergadering van de PvdA-partijraad is vanavond meegedeeld dat de buitenlandsecretaris van de partij, Wim Boogaert, is afgetreden. De heer Boogaert, die wetenschappelijk medewerker is aan de Utrechtse Universiteit, zei afgetreden te zijn uit tijdgebrek en omdat zijn pogingen de Partij van de Arbeid meer bij het buitenlands beleid te betrekken niets hebben uitgehaald. Over de positie van buitenlandsecretaris Wim Boogaert, die in deze functie het Kamerlid Harry van den Berg opvolgde, heeft binnen de Partij van de Arbeid oneenigheid bestaan. President Carter heeft de 300.000 stakende spoorwegbeambten in Amerika bevolen het werk weer te hervatten. Hij maakt hiermee gebruik van zijn bevoegdheid de noodtoestand af te kondigen en de stakers aan het werk te sturen voor een afkoelingsperiode van 60 dagen. De staking heeft 2/3 van het railverkeer in Amerika nu al 3 dagen onmogelijk gemaakt, wat grote stagnatie in het vervoer van passagiers, voedsel en industriegrondstoffen veroorzaakt. De president sprak vanavond in een televisieuitzending die in heel Amerika werd uitgezonden. Eerder op de dag was gebleken dat het overleg tussen werkgevers en werknemers volledig was vastgelopen. Van de kant van de vakbonden is gezegd dat Carters maatregel niet hoeft te betekenen dat het werk nu wordt hervat. Johan Cruijff heeft vanavond ontkend dat hij problemen heeft met de Spaanse fiscus. Hij deed dat op een persconferentie in Madrid waar hij zich keerde tegen aantijgingen die de afgelopen dagen op grote schaal in de Spaanse pers zijn verschenen. De belastingschulden die hij louter met zijn voetballerij heeft opgelopen moeten door zijn voormalige club Barcelona worden voldaan, aldus Cruijff. De voetballer zei dat dit indertijd bij contract is overeengekomen. Wat de belastingschulden betreft die voortvloeien uit zijn andere activiteiten, bijvoorbeeld medewerking aan reclame, erkende hij wel persoonlijk aansprakelijk te zijn. Via een overeenkomst die deze dagen met de fiscus werd afgesloten, is hij op dit punt echter geheel in het reine gekomen, aldus de voetballer. Hij ontkende verder nadrukkelijk persberichten dat hij op een of andere manier de hand zou hebben gehad in duistere zaken als bijvoorbeeld de viezensmokkel. Een deel van de aanwezige Spaanse journalisten verweet Cruijff vanavond overigens dat hij zich op de vlakte hield en op concrete punten onvoldoende opheldering verschafte. Door vroege en onverwachte sneeuwval zijn in het Alpengebied verscheidene bergpassen sinds vandaag alleen nog met sneeuwkettingen te berijden. Het gaat om 2 passen in Oostenrijk en 7 passen in Zwitserland, waaronder de Furka, de Soesten, de Griemsel en de Sint-Gotthardpas. De Zwitserse Vorklaspas zal voor het autoverkeer geheel afgesloten worden. Het nieuwsoverzicht van deze dag. In Zuid-Afrika is Pieter Willem Botha tot premier gekozen. Hij wordt beschouwd als een man van de harde lijn. Van Botha worden geen veranderingen verwacht op het gebied van de apartheidspolitiek. In zijn eerste toespraak zei Botha dat hij wet en orde zou handhaven. De Excellencies, the determined maintenance of law and order through an effective police force and well-balanced defense force to guard the integrity of our borders. Israël en Egypte willen binnen 1 of 2 weken beginnen aan een nadere uitwerking van hun akkoorden van Camp David.
Voor Kerstmis moet dan een vredesverdrag getekend zijn, waarna Israël begint met het ontruimen van de Sinaï. Dit werd vandaag mogelijk nadat het Israëlische parlement met ruime meerderheid had ingestemd met de akkoorden van Camp David, inclusief de opheffing van de Joodse nederzettingen in de Sinaï. De Nederlandse dienstplichtige soldaten gaan 60 gulden per maand minder verdienen. Zijn maandelijkse vergoeding komt nu op 691 gulden. De minister van Defensie, Scholten, heeft dit vandaag aan de Defensiecommissie van de Tweede Kamer meegedeeld. De meerderheid van die commissie ging met de wedderverlaging akkoord. Het ministerie heeft het salaris van de dienstplichtigen aangepast aan de opkomstleeftijd van de dienstplichtigen. Dat is 19 jaar geworden in plaats van 20 jaar. Tegen deze wettenverlaging is fel geprotesteerd door de belangenorganisaties van de militairen. Op kasteel Oud